Poesje, poesje! Daisy! Oh nee, het zal toch niet waar zijn, hè? Gadverdari, ik heb ineens last van een vervelende kriebel in mijn neus. Ik hoop maar niet dat ik ziek word. Oh, dat heb ik weer. Tja, ik zou voor de goudvis gaan, want die hebben echt veel minder aandacht nodig. Ja, maar je kunt ze niet knuffelen. Ik zou het liefst een pluizig diertje willen. En jij, Paultje, wat voor een huisje zou jij willen? Ik weet het niet, hoor. Misschien wil ik wel een hond. Dan is hij ook mijn politiehond. Dat klinkt best logisch eigenlijk. Als zo'n hondje zou helpen, dan heb je heel veel tijd voor andere dingen. Nee. Met de noodhulpdienst? Juist, ja. Mm-hmm. Nee, dat snap ik. Oké, okay. Over en uit. Luister goed. Ik had Sophie zojuist aan de lijn. Ze zei dat er een tijger uit haar kooi is ontsnapt. En Sophie kan haar nergens meer vinden. Oh, dat klinkt gevaarlijk. Maar Sophie zei ook dat het een hele lieve tijger is die zich gewoon ergens verstopt heeft. Maar we moeten er wel vinden. Natuurlijk, we gaan er meteen op af. Want het is tijd voor actie! Ik loop hier fijn op de stoep. Hey, hallo Fred, hoe gaat-ie? Ach, niet zo best. Ik ben ineens heel erg verkouden. En al heb ik veel te doen, het is moeilijk werken als je de hele tijd maar blijft. Ja, zeg het maar. Ja, ik blijf alsmaar. Ik blijf alsmaar niezen. Gezondheid, dat lijkt me wel erg vervelend. Kan ik je helpen? Ik denk dat ik die dozen makkelijk kan dragen. Meen je dat? Nou, dat zou ik fijn vinden. Zo, waar wil je me hebben? Ik wil alles graag daar in die hoek hebben staan. Is goed, doe ik wel even. Geen probleem. Hallo, wat is er aan de hand? Ik ben blij dat jullie zijn gekomen. Ik ben zo bezorgd. Maar wat is er gebeurd? Ik zal je vertellen. Het is vandaag wasdag en alle dieren moeten dan in bad. Maar mijn kleine tijger houdt niet van water. Dus toen het haar beurt was, merkte ik dat ze was ontsnapt. En nu kan ik er helemaal nergens meer vinden. Rustig maar. Wij vinden er straks wel, Sophie. Is ze wel lief? Oh, ze is het allerliefste tijgertje dat ik ken. Maar ik weet ook heel zeker dat ze de dierentuin heeft verlaten, omdat haar lievelingsknuffeldier hier zo op de weg ligt. Nou, dan zal ze de stad wel zijn ingegaan. We kunnen er maar beter heen gaan. Kom je, Bella? Komt goed, Sophie. We vinden er heus wel. Zo gaat ie goed, Ollie. Maar pas wel op dat je niks laat vallen, hoor. Dat zal niet gebeuren, hoor. Ik ben heel voorzichtig. Wat was dat? Dat is zo te zien weer een van Robbie's tennisballen. Wacht maar, dan haal ik hem weg. Anders val je er nog over. Dat is vreemd. Ik zie de bal niet meer. Wat zou hij zijn? Hey, die Benny. Bonjour, agent Paultje en Bella. Hallo, onze fijne en dappere helden van de stad. Vinden jullie het ook geen mooie dag vandaag? Willen jullie een lekker vers stokbroodje hebben? Nee hoor, bedankt. We zijn op zoek naar een ontsnapte tijger. Heb jij iets gezien? De tijger? Nee toch? Het is die ontsnapte. Loopt die hier vrij rond? Wat verschrikkelijk. Je hoeft niet bang te zijn, Benny. We hebben gehoord dat ze niemand kwaad doet, hoor. We moeten er alleen vinden, zodat ze weer terug kan naar de dierentuin. Nou, ik heb er in elk geval niet gezien. En ik hoop er ook eigenlijk niet te zien. Goed, au revoir. Mijn broodjes zijn bijna klaar. Jongen, we hebben hem vast bang gemaakt. Achoo! 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 Hartelijk bedankt, hoor, Ollie Ongeluk. Je hebt me geweldig geholpen. Ik help altijd graag, hoor. En nou maar hopen dat je gauw van je verkoudheid af bent. Ja, dat hoop ik zelf ook. De laatste keer dat ik zo rendiezen was, was ik op bezoek bij Tine's tractor. Dat komt omdat hij een kat heeft. En ik ben erg allergisch voor katten. Oh ja? Maar hier zijn toch geen katten in de buurt?
Nee, dat is zo. Maar toch zit mijn neus echt flink verstopt. Hallo, jongens. Hoe gaat het hier? Oh, hallo. Ja, het kan niet beter. We staan hier gewoon even van de zon te genieten. En hoe gaat het met jullie tweeën? Ja, wel goed. Wij zijn op zoek naar, een kleine tijger. Heb jij er soms een gezien? Wat zeg je nou? Een tijger? Als je me nou, wat je allemaal niet gaat horen als je oren beginnen te roesten. Een kleine tijger? Oh, die vind ik altijd zo lief, hè? Echt snoezen gewoon. Maar ik heb er helaas niet gezien. Jullie hebben vast ook niks vreemds gezien vandaag, of wel? Nee, voor zover ik weet niet. Maar dat was bij mijn opa wel anders. Die zag de hele dag door de vreemdste dingen. Maar goed, het gekke was dat hij de enige was die die dingen zag. Ik denk af en toe dat hij wel een heel bijzondere gave moet hebben gehad. Tja, ik denk dat we beter kunnen gaan. Nog bedankt hoor, jongens. Ik hoop dat jullie dat tijgertje snel vinden. Ja, dat hopen wij ook. Dag hoor. Ja, doeg. Groetjes. Ja, ik weet het, Eddie. Tessie is weg. Ik zou ook niet weten waar ze zou kunnen zijn. Oh, als er maar niks is gebeurd. Ja, jij bent ook heel lief voor Eddie. Ik mag blij zijn dat ik jou tenminste nog heb. Ik denk niet dat jij ooit de bad over zou slaan. Of wel? Ja, precies. Ik hoop ook dat Tessie gauw thuis komt. Typisch iets voor katten om bang voor water te zijn. Hoi Robbie, hoe gaat het met je? Hoi jongens. Nou, zoals jullie zien heb ik het weer erg druk. Wij zijn op zoek naar een dier dat ontsnapt is uit de dierentuin. Weet jij daar toevallig iets van? Het is toch niet gevaarlijk, hè? Tja, het is een kleine tijger die weggelopen is. Ze is wel lief, maar ze moet natuurlijk wel terug naar de dierentuin. Oh, wat eng zeg. Een tijger? Nee, ik kan met zekerheid zeggen dat ik die nog niet ben tegengekomen op dit terrein. Ik ben hier al de hele ochtend aan het oefenen en ik heb zelfs nog geen vlieg gezien. Oké. En is je verder ook niks opgevallen? Iets dat anders is dan normaal? Nee, maar ik heb het natuurlijk ook zo druk, hè? Maar misschien kan Fred daar jullie iets vertellen. Die kletst toch maar de hele dag met die ene kraai. Dus hij heeft genoeg tijd gehad om iets te zien, lijkt me. Is goed, dan gaan we naar Fred. Nog bedankt, hè, Robbie. Tot ziens. Ah! Help! Er zit een tijger achter deze dozen. Huh? Ja, daar zit inderdaad een tijger. De tijger! Oh, en kijk, de tijger heeft ook Robbie's bal gepakt. Hallo jongens, hadden jullie het over een tijger? Jazeker, en daar zit hij. Ja, nou zie ik het. Kom maar hoor, lieverd. Hier, poesje, 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 poesje. Fijn dat jullie er gevonden hebben. Bella en ik zijn al best een tijdje naar haar op zoek. Ze is uit de dierentuin ontsnapt. Oké, is ze niet gevaarlijk dan? Nee, deze tijger is niet gevaarlijk. Nee toch, Tessie? Oh, oh nee. Ik ben allergisch. Ik ben allergisch. Datje! Wacht eens. Vandaar dat je de hele tijd niest. Je bent allergisch voor katten, dus ook voor grote katten. Ja, dan ben ik toch niet verkouden. Ik heb gewoon een tijgerallergie. Goed, het wordt tijd dat we er maar eens terugbrengen. Je hebt een nieuw vriendje gemaakt, zie ik. Ja, ze is ook geen tijger om bang voor te zijn. Ze is alleen een beetje speels. Ja, en omdat ze zo bang is voor water, is ze weggelopen. Maar dat zal nu wel over zijn. Ik denk dat ze nu banger is voor niezen dan voor water. Ja, zelfs ik schrok van Fred. Oh, Tessie! Jullie hebben er gewoon gevonden! Heel erg bedankt! Oh, graag gedaan! Het was best lastig om haar te vinden. Maar uiteindelijk kwamen we haar tegen op het industrieterrein. Zo, was je helemaal daarin gegaan? Kleine deugd niet! Nou ja, ik ben in elk geval blij dat je er weer bent en je mag voor één keertje je bad overslaan. Het spijt me echt dat ik er zo'n troep van heb gemaakt, Fred.
Geef niks, het is al goed. Als jij ze er niet op had gewezen, dan weet ik zeker dat die tijger er nog had gezeten. En dan had ik nog steeds lopen niezen. Trouwens, dozen stapelen vind ik het leukste dat er is. Nog ontzettend bedankt voor het sjouwen, hè, Holly Ongeluk. Oh, oké. Nou, heel graag gedaan. En? Hoe ging het? Is de tijger terecht? Ja, het was wel even zoeken, maar ze zat dus op het industrieterrein. En omdat Fred Vorkheftruck allergisch is voor tijgers, moest hij alsmaar niezen. Ach, nee. Fred is blij dat die tijger nu weg is. En Sophie is juist blij dat ze er weer is. Ja, en die kleine tijger was echt zo dol op Bella dat ze haar bijna de hele weg naar huis heeft gevolgd. Maar toen ik zei dat ik een pluizig diertje wilde, was een kleine tijger niet meteen het diertje waar ik aan dacht. Ik ga liever voor een gewoon katje. Ik ben zo blij dat alles weer goed gekomen is. Jullie zijn mijn helden. De helden van alle dieren en natuurlijk van de hele stad. Eindelijk heb ik een manier gevonden om jou in bad te krijgen. O jee, Tessie Tijger. Moet ik ook in bad of zo? Het is maar goed dat ik altijd meteen de weg kan vinden. Anders was ik al lang verdwaald in deze mist. Ik weet precies waar ik ben. Als het goed is, moet ik ongeveer hier boven de haven vliegen. Althans, vliegende haaien! Oh! Wow! Oh nee, ik hoop maar niet dat er iets met Wanda gebeurd is. Ze had hier toch al lang moeten zijn? Oh, iedereen zal zich wel afvragen waar de post blijft. Misschien is ze wel verdwaald. Zo, wat is het mistig, zeg. Ik hoop maar dat het gauw wegtrekt. Anders wordt het wel een hele stille dag, want dan komt er vast niemand. Hey, hallo. Goedemorgen, Sylvie. Goedemorgen, Sam. Het is wel heel erg mistig vandaag, hè? Tja, zeg dat wel. Maar dit is nog niks vergeleken met de mist die mijn opa had toen hij samen met zijn opa aan het werk was in het jaar, nou ja, het was in elk geval heel, heel erg lang geleden. Ze konden elkaars bumpers niet eens zien. Ik ga maar eens tanken en dan een tijdschrift kopen. Want de nieuwste Vroom Vroom is vandaag uitgekomen. Als je een nieuw tijdschrift wil kopen, dan moet ik je teleurstellen. Peter Post heeft ze nog niet gebracht, dus je zult moeten wachten. Wat? Zijn er nog geen tijdschriften? Nee, ik wacht zelf ook op een pakketje dat vandaag aan zou komen. Maar waar dat blijft, weet ik ook niet. Ik ken een verhaal van mijn opa die wel eens wekenlang op zijn post heeft moeten wachten. Wil je het horen? Nou, een ander keertje misschien. Ik kom straks wel weer terug, oké? Is goed hoor. Peter Post zal zo wel komen. Tot zo dan maar. Tot zo. La 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 la. Doobie doobie doo. Ik loop naar mijn busje toe. Ah. Hey Sylvie. Zo, goed zeg, Paaltje. Dank je, Bella. Maar jij kunt er ook wat van. Tja, ik heb vroeger toen ik klein was ook wel eens gevoetbald. En zo te zien kan ik nog best aardig koppen, hè? Oeh! Hé, wel een beetje voorzichtig graag. Oeps, sorry Annie Alarm, dat was niet mijn bedoeling. Ik blijf liever heel als je het niet erg vindt. Met de noodhulpdienst? Juist, ja. Snap ik. Oké, over en uit. Luister goed. Wanda Watervliegtuig is vandaag de post niet komen brengen. Ze wordt op dit moment vermist. Peter Post wacht op haar in de haven. En hij is heel erg bezorgd. Klinkt ernstig. Is ze vanochtend in de mist verdwaald? Dat zou kunnen. Peter Post heeft al de hele ochtend niks van haar gehoord. Oh nee. Wie weet heeft ze een ongeluk gehad. We moeten dat uitzoeken. Inderdaad. Ga maar gauw. Nou en of. Er is geen tijd meer te verliezen. Kom op, Bella. Het is tijd voor actie!
Scooby-Doop. Ik loop hier fijn op de stoep. Ik ben de hele stad al doorgelopen en ik heb geen enkele postbode gezien. Wat nou als ik in deze boom klim? Dan kan ik vanaf bovenaf heel goed zien of de postbodes komen. Kaartjebriefje, stop ze in de bus. Hallo, Peter Post. Oh! Wat is er aan de hand? Fijn dat jullie er zijn. Ik maak me zorgen om Wanda. Ze heeft de post van vandaag nog niet gebracht. En ik wacht de hele ochtend al op haar. Echt, de hele ochtend ben ik al aan het wachten. Rustig maar, we zullen er wel vinden. Welke route neemt ze normaal altijd? Vandaag is het maandag, dus dan neemt ze de pakjes en kranten mee die van buiten de stad zijn besteld. Dus ze moet vanaf de kust zijn aankomen vliegen. Dan zoeken we eerst langs de kust en daarna buiten de stad, ja? Lijkt me een prima idee. Fijn dat jullie gaan zoeken, maar kom alsjeblieft snel terug, oké? Zodra we iets weten, hoor je van ons. Oeh, ik hoop maar dat ze er vinden. Dit is echt heel erg. Ik hoop niet dat er iets ergs met Wanda is gebeurd. Nee, precies. Maar we zullen er heus wel heel gauw... Huh? Wat is dat nou? Dat klinkt toch niet als een vogeltje? Huh? Hey! Niet zo kietelen jij. Ga weg. Wanda? Nou ja, hoe kom je daar nou? Oh, wat fijn dat jullie gekomen zijn. Het is geen pretje om hier te zitten. De vogeltjes beginnen op mijn hoofd al nesten te bouwen. En ze zien mijn propellerbladen voor takjes aan. Maar ja, verder gaat het wel met me. Alleen wat kleine schrammetjes. Maar daar kan Sam makkelijk iets aan doen, volgens mij. Dat is mooi. Maar hoe kom je in die boom? Ik ben vanmorgen een beetje verdwaald in de mist. Het was ook stom van me dat ik met die mist ben gaan vliegen. Ik dacht dat ik wel dicht bij de haven zou zijn. En daarom ging ik alvast landen. Maar toen kwam ik hier terecht. Gelukkig heb je je niet bezeerd. We moeten je nu alleen nog uit die boom zien te krijgen. Ik denk dat dat wel iets is voor Gerrit en Treesje. Die zullen nu wel bij het tankstation zijn, dus ik ga ze gauw halen. Ja, goed idee. Tot zo! Ik schaam me echt, hoor. Ach, we hebben allemaal wel eens wat. Ja, dat is ook wel zo. Wat zal Peter Post nog gerust zijn? Misschien nu nog wel, maar straks niet meer, want ik ga hem halen. Hou vol, ben ik zo terug. Oké, is goed. Oh, nee. Oh, dat kietelt. Oh. Hoi jongens, ik heb hulp nodig. Gerrit, Treesje, hebben jullie even? Oh, ik heb net even pauze. Wat wil je dan weer doen? Wanda watervliegtuig zit vast in een boom. Door de dichte mist was ze verdwaald en nu zit ze daar al de hele ochtend. Nou, roestige moeren en bouten zeg. Zit Wanda echt vast in een boom? Ja, en ze moet er snel uit, anders kan Peter Post niks meer rondbrengen. Gaat dat lukken, denk je, Gerrit? Ja, natuurlijk. Ja, als ik eerst even mijn broodjes op mag eten dan. Tuurlijk. En Treesje, als jij er nou hierheen brengt, dan kan ze gerepareerd worden. Natuurlijk wil ik dat doen. Mooi. Komen jullie mee? Dan breng ik jullie erheen. Maar ik wilde eerst... Ah, kom nou maar, Gerrit. Alsjeblieft. Dan kun jij nu de post brengen. Ja, maar red je je zo wel, Wanda? Ja, maar natuurlijk. Ik krijg echt van genoeg wagens hulp, Peter. Je kunt gaan. Nou, vooruit. Dan zie ik je straks weer bij de haven. Sterkte. Zeg, Gerrit, kun je Wanda naar beneden krijgen en haar in de laadbak van Treesje leggen, denk je? Dat moet me wel lukken, ja. Goed, daar gaan we. Oh, onvoorzichtig hoor. Ik kan niet tegen kietelen. En kijk eens aan. Oh, super bedankt. En jullie ook, hè? En nu moeten we maar vlug naar de garage gaan. Zodat jij snel gemaakt kan worden, Wanda. Ja, precies. Dat zou fijn zijn. Goed gedaan, jongens.
Ik zal met mijn zwaailichten aan voor jullie uitrijden, zodat de andere wagens weten dat Treesje een belangrijke lading vervoert. Zeg maar gerust zware lading. Oeh. Maar goed, ga alvast maar, dan kom ik wel. Oef. Nou ja, Olly. Hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Ik was in de boom geklommen omdat ik dacht dat ik zo kon zien waar Peter Post bleef. Maar voordat ik het wist, zag ik alles opeens op zijn kop. En zo ben ik eigenlijk al die tijd blijven hangen. Ik weet zelf niet eens meer hoe het gekomen is. Oh. Nou, volgens mij heb je gewoon weer eens pech gehad. Wacht maar, we helpen je wel. Zo is het, kleine kraai. Kom maar, dan haal ik je eruit. Alsjeblieft. Ha, bedankt. Het is toch zo fijn om alles niet meer ondersteboven te zien, zeg. Dat lijkt me ook, ja. Zeg, hebben jullie trouwens Peter Post vandaag nog gezien? Ja, die is nu de post aan het rondbrengen als het goed is. Zo laat nog? Jij zat vandaag vast in een boom, maar ik ook. En ik had de post bij me. Maar Peter zal nu wel langs je brievenbus zijn geweest. Ik zou het erg fijn vinden als we weer door konden rijden. Want echt, mijn lading is belangrijk, maar vooral erg zwaar. Oké. En nog bedankt, hè. Dan ga ik er ook maar eens vandoor. Tot kijk! Dag, Olly! Hoera! De tijdschriftjes zijn er. Eindelijk, zeg. Nee. Doe nou niet zo mal, joh. Je weet dat ik niet tegen kietelen kan. Dag, jongens. Wij gaan weer terug naar de standplaats. En nog bedankt voor de hulp. Tot ziens. Tot ziens. Ja, tot ziens, hoor. Zo. En hebben jullie Wanda nog gevonden? Jazeker. Ze was verdwaald in de mist, net zoals we hadden verwacht. En ze was in een boom beland. Ach, heden. En hoe gaat het met haar? Prima, er is niks aan de hand. Gerrit heeft haar uit de boom gehaald. En Treesje heeft haar naar de garage gebracht voor een kleine opknapbeurt. En Peter Post heeft de post gehaald. En hij zal nu wel alle bussen gevuld hebben. Het is fijn dat alles weer is goed gekomen. En ik ben heel blij dat er niks ernstigs is gebeurd. Ja, nou en of. Hey, hey. Ah, kom nou. Zo'n balletje moet je toch aankunnen? Zo, wow. Ja, ik weet mijn mannetje wel te staan, hoor, zoals je ziet. Ja, kom maar. Help! Oh, Reggie, dat was echt niet grappig, hoor. Nou, ik vond het wel ontzettend grappig. Je bent hopeloos. Wat als ik jou zo had laten schrikken? Dan had je ook niet zo hard gelachen. Nee, ik ben veel te cool om te schrikken. Sylvie, ik maakte maar een grapje. Sylvie! Bah. Goed gewerkt vandaag, Gerrit. Maar nu gaan we weer naar huis. Ga maar. Ik ga eerst nog even een afzetting omheen zetten. Zodat niemand per ongeluk in dit gat valt. Goed, dan zie ik je morgen. Houdoe, hè. Dag, Treesje. Zo, laten we eens even kijken. Ja, er komt mist opzetten en het is volle maan. Misschien kunnen we wat afspreken en spookverhalen vertellen. Dat is altijd leuk in zulk spookachtig weer. Wauw, dat is echt een goed idee, Sam. Ik ben dol op spookverhalen. Ik weet er een heleboel. Mooi. Ik vraag of Olly ook komt. En Treesje Truk. Kun jij ook nog iemand vragen? Ik weet wel iemand die ik wil laten schrikken. Reggie. Hij doet altijd alsof hij nooit bang is. Ik zie je vanavond. Tot straks. Alsjeblieft, Benny. Dit is echt de laatste zak met meel. Nu zijn ze allemaal afgeleverd. Dank je, Olly.
Wat aardig dat jij me even hebt geholpen. Nu heb ik genoeg meel voor een paar weken. Als jij morgen weer terugkomt, geef ik jou een broodje. Oh, wat lekker zeg. Als ik hier klaar ben, ga ik naar Sam, want hij gaat spookverhalen vertellen. Ga je ook met me mee? Spookverhalen? Boah! Zoiets belachelijks heb ik echt nog nooit gehoord. Spoken bestaan niet. Ik kan mijn tijd wel beter besteden. Ik moet namelijk vroeg op om het dicht te kneden. En als ik 's avonds laat opblijf, krijg ik niet genoeg slapen. Ik moet er niet aan denken. Ha! Spookverhalen. Bah! Haha, nou goed dan. Tot ziens, Benny. Ja, veel plezier. Hallo, daar zijn we. Hallo, jongens. Is iedereen er? Hoi, hoi. Nu zijn we wel compleet. We beginnen. Kom wat dichterbij, dan hoef je niks te missen. Ik ga het verhaal vertellen van de bloeddorstige baron. Heel lang geleden was de hele stad doodsbang. En zelfs nu nog hoor je soms de geest van de baron, terwijl hij zich door de straten sleept, met zijn ratelende ketens, op zoek naar slachtoffers, op donkere, mistige avonden. Net zoals het nu is. Wat is dat nou, Reggie? Je bent toch niet bang of zo? Alsof ik bang zou worden van een of ander slap spookverhaal. Daar hoef je je niet voor te schamen. Ik weet dat ik spannend kan vertellen. En mijn oude opa kon vroeger zo goed verhalen vertellen dat van schrik zijn lak afbladderde. Echt waar. Er is geen woord van gelogen. Hij moest overgespoten worden. Kalm nou maar, Reggie. Je lak zit er nog op. Phew. Wist ik wel. Nou, bedankt allemaal. Het is bedtijd geworden. Dank je, Sammy. Trusten. 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 Broodjes, mijn broodjes. Ze zijn aangebrand. Oh, ik ben echt doodmoe. Wat zal ik straks lekker gaan slapen? Wat? Wat zien mijn ogen nou toch weer? Een spook? Na, 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 na. Geen baron te zien, voor zover ik kan zien. Na, na, na. Met de noodhulpdienst? Ja? Aha. Oh? Oké. Over en uit. Luister goed. Olly Ongeluk zag daarnet een spook in onze stad. Een spook? Wie is er nou bang voor spoken? Ongelooflijk. Jij bent zeker nergens bang voor, hè, Paaltje? Het klinkt wel raar, maar Olly wist het echt heel zeker. Ja, vast. Een spook. Met de noodhulpdienst? Ja? Echt waar? Oh, nee. Oké. Over en uit. Luister goed. Blijkbaar heeft Treesje Truk ook al een spook gezien. Het lijkt me beter als jullie er meteen op afgaan en uitzoeken waar iedereen het nu over heeft. Inderdaad, Annie Alarm. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in de stad. We gaan op spookjacht. Ja. Het is... tijd voor actie! Daar, Olly. Wat is er gebeurd? Nou ja, ik...
Ik zag een spook. Een echt spook. Hij ging daarheen. Hoe weet je nou dat het een spook was? Ik had nog nooit zoiets gezien. Hij was wit en mistig en hij reed ook heel vreemd. Oké, we zoeken het uit. Ga maar slapen, Olly. Oh, dank je. Succes! Kijk hier eens. Wat kan het zijn? Nou, volgens mij is het geen sneeuw. Het lijkt wel een soort poeder. Ja, spokenpoeder. Wel, nee. Maar we kunnen maar beter het spoor volgen om het uit te zoeken. Inderdaad, daar gaan we. En was jij bang? Nee, waarom zou ik bang zijn? Spoken bestaan niet. Dat weet ik, maar jij bent een meisje en die schrikken wat sneller. Jij schrok het eerste van iedereen. En je bent niet eens een meisje. Meisjes schrikken niet eerder dan jongens, hoor. Oké, het spijt me. Kijk! Help! Wat? Een spook! Een hoop aanwijzingen. Volgens mij is dat spook hier ook al geweest. Help! Wat was dat? Iemand schreeuwde daar om hulp. Kom mee. Hallo, wat is er aan de hand? We zagen een spook. Jullie ook al? Hoe zag je er dan uit? Oh, het was echt vreselijk. Precies zoals Sam net had verteld bij het spookverhaal. Wit met ketens. En volgens mij gromde die ook nog. Oké, welke richting ging het spook dan op? Die kant, naar de stad. Dat spook hebben we vast wel snel gevangen. Ja, hij kan niet ver weg zijn. Maak je geen zorgen, ga maar rustig slapen. De baron! De witte baron! Hij komt wraak nemen! Help! Welke baron? Waar ben ik? En wat doe jij hier? Sacre bleu! Ik doe het bijna in mijn broeken. Ben jij dat soms, Benny Bakker? Sam? Hè? Hallo? Wat is hier aan de hand? Dat weet ik niet precies. Volgens mij wilde Benny me laten schrikken. Schrikken? Wel, nee. Iemand laten schrikken is erg onbeleefd. Ik schrok me daarnet juist een oetje van Sam. Wat zijn dat voor kettingen? En wat doe ik trouwens eigenlijk hier? Nu snap ik tenminste hoe het allemaal is begonnen. Ja, Benny. Je hebt iedereen hier laten schrikken. Ik heb wat? Dat is volkomen belachelijk. Ik weet niet eens hoe ik hier kom. Sam heeft me vast en zeker ontvoerd. Je was denk ik aan het slaaprijden. We volgen je spoor namelijk al een tijdje. En je zit onder het meel, dus je lijkt op een spook. Oh ja? Ja, jij bent het dus, Benny. Mais non. Ik heb al jaren geen last meer gehad van slaprijden. Spijt me. Is niet erg, Benny. We weten nu wel waarom iedereen zo schrok. Ja, we hadden onszelf allemaal bang gemaakt met die spookverhalen. Ja, je fantasie kan rare dingen met je doen. Blij dat het nu is opgelost. We gaan maar weer snel terug naar de standplaats. En ik moet weer terug naar de bakkerij om het dicht te kneden. Tot ziens! Hoi, is het gelukt? Heb je nog spoken gezien? Zeker wel. Het was gewoon Benny de bakker die aan het slaaprijden was. Sam had ze net allemaal een eng spookverhaal verteld. Dus de schrik zat er goed in. Ja, Sam, die kan u allemaal heel spannend vertellen. Wat een opluchting dat alles weer normaal is. Iedereen in de stad kan nu weer rustig gaan slapen. Mijn helden. De helden van de stad. De helden van de spoken.